Hallo dames en heren, welkom terug in deze nieuwe Minecraft Womblock aflevering. Welkom iedereen. Vandaag ben ik hier van onder. Ik ben niet meer daarboven natuurlijk. Ik heb terug mijn greenscreen hier achter me zitten, want ik vond het natuurlijk fijn te werken. Ook met zomeruur is het iets makkelijker om een greenscreen te gebruiken. Vanwege het licht natuurlijk. Dus vandaar heb ik nu terug een greenscreen achter mij. Ik vind dit persoonlijk ook enorm mooi uitzien bij gamevideo's. Daarom is ook hierbij een toegevoegd in deze serie. Uiteraard. We hebben natuurlijk de vorige aflevering enorm wat gebouwd, maar echt enorm wat gebouwd. Deze aflevering gaat het hopelijk niks in fout lopen natuurlijk. Maar we hebben de vorige aflevering natuurlijk deze mooie farm hierin gemaakt. Ik heb ook toen buiten de opnames, ja, die toen mislukt zijn natuurlijk, deze ding gemaakt hier en deze schildpadden. Dit schildpadden blijft natuurlijk gemaakt hier, enorm mooi. Ik heb ook een heel mooie farm gemaakt, natuurlijk ook echt enorm mooi, enorm trots op. Maar voor een of andere reden wil deze pompoenen en meloen niet groeien. Ik weet niet, moet ik hun nog een tijdje laten liggen? Of nog tijd geven? Of moet ik hun gewoon, ja, slopen en misschien deur plaatsen? Want misschien kunnen ze wel niet op hout spawnen. Ik dacht dat pompoenen en meloenen op elk blok konden spawnen, maar ik heb ook geen idee. We zullen natuurlijk gewoon even afwachten natuurlijk. Hè. Ik heb ook twee paarden nog bijgekregen trouwens. Enorm fijn. Ook nog een kat de vorige aflevering ook nog bijgekregen. Dus natuurlijk echt enorm nice, enorm leuk. Vandaag jongens, wil ik natuurlijk nog verder gaan hakken aan dit blok natuurlijk. En ook andere dieren gaan krijgen. Want volgens mij krijg ik hier ook uit pandas. Want ik ben natuurlijk in de jungle fase momenteel. Ik weet niet of ik de vorige aflevering heb gezegd, maar ik ben natuurlijk in de jungle fase. Dus ik heb er nog pandas bij, sowieso. We hebben ook al een papegaaitje getemd hier. En ja, ik vind het niet echt de mooiste, maar het is er wel eens natuurlijk. Enorm leuk. En ik wil ook sowieso vandaag gaan beginnen met een bomenfarm. Want ja, dit jongens op mijn mega-eiland is natuurlijk ook niet echt in zicht natuurlijk. Hè. Dus ik wil vandaag ook zeker gaan werken aan een bomenfarm. Maar met natuurlijk ook wel eerst wat blokken gaan hakken. Want ik heb ook niet echt heel veel blokken, ik heb wel wat dirt. Ik heb geen dirt. Nou, uiteraard, want ik kan wel daarin gestoken. En ook geen cobblestone, of toch niet veel, ja, toch niet veel cobblestone. Hallo? Toch niet veel cobblestone, 35. Ik kom zich wel gaan bouwen met mossy cobblestone, dat gaat op zich ook nog wel, want daar heb ik op zich wel anderhalve stick van. Dus het plan van vandaag, jongens, is natuurlijk gewoon een bomenfarm maken. En natuurlijk ook gewoon hopelijk pandas gaan krijgen, hopelijk wel natuurlijk. Met de paarden trouwens ga ik niks doen, want ja, wat kun je met paarden, jongens, op een Womblock eiland? Niet erg veel, want ja, een paar die natuurlijk voor kunnen rondreizen. Je kunt natuurlijk niet op eiland natuurlijk echt heel veel geraken. Dus ja, we gaan natuurlijk gewoon de paarden doen. Of misschien wel vermoorden. Of misschien bijhouden. Ik weet niet. Een kistje. Een papier en een poppy. Nou, sommige kisten jongens zijn echt waardeloos. Sorry het zeg maar. Sommige kisten zijn echt heel erg waardeloos. Maar een pannen zou echt wel nice zijn trouwens. Moesten we kunnen krijgen. Nog een paard. Ja, maar ik zeg net, ik ben niks met paarden. Dus aan de kant. Dankjewel. Je hebt dan ook niet meer voorraad jongens dat er creepers spawnen. Ben ik ook echt enorm blij mee. Want de eerste aflevering, jongens, er spawnen zoveel creepers. Niet te geloven, hè. En nog een kistje. Oeh, dat is weer erg veel. Een Nautilus Shell. 3 stuks, wat kool, deadbush en wat gunpowder. Oké, dankjewel. Oh, jij ook? Nee, jou ken ik nog. Jou ken ik nog. Oh, nee, alsjeblieft niet. Goed, alsjeblieft. Ik moet hem eerst killen. Oké, thanks. Nee. Nu die spookjes killen. Oh, spookjes, alsjeblieft. Ik heb jullie niks meer aan, ik zweer het. Please, ga weg hier. Alsjeblieft, ik smeek het jullie. Ga alsjeblieft weg hier. Die spookjes, jongens, die zijn echt met doden. Die zijn echt met doden, volgens mij, die spookjes. Ga gewoon weg. Ga gewoon weg. Please, ik heb er echt niets meer aan. Hij is boos. Hij is heel boos. Ze zijn allemaal heel boos. Ik ga dood hier ook. Ik ga echt dood hier. Nee. Oké, half hartje, jongens. Oh, ja, jongen, wat kan ik er tegen doen? Oké. Een manier, jongens, om ze weg te kunnen lokken. Is natuurlijk gewoon van het eiland afspringen, heb je natuurlijk de vorige aflevering ontdekt. Dus hey, later hè. Doei. Blijf het werkt, alsjeblieft. Ze zijn weg hè. Nu zijn ze weg, dikke nice. Oké, mijn spullen. Wel echt heel zonde van mijn levels trouwens, maar echt heel zonde. Maar dan ook gaan beginnen met armor te maken hè. Eigenlijk is het ook wel belangrijk dat ik even armor ga maken. Nou ja, we hebben niet echt heel erg veel iron denk ik hè. 21, nou nog even sparen. Nou, ook even alles dan even in een keer gaan ordenen natuurlijk, en ik toch hier staan. Zo, eenmaal leeg weer al. Kunnen we gaan haken, maar ik zei het jongens, het is echt heel irritant. De redstone, maar kunnen we dat met redstone doen eigenlijk? Want ja, ik denk niet dat ik dat ook ga gebruiken, redstone. Maar, ja, wie weet hè. Hey, een kistje. Kool, boekjes en een flower. Ja. Trouwens, die paarden jongens, sorry, maar ik ga ze killen. Ik kan er niks mee doen en ze lopen echt in de weg, dus... Sorry paarden, het is echt... Echt zonde, maar... I know, maar... Sorry paard. Sorry, ik zeg het. Waar is de andere paard? Nou, zit daar. Oké. Maar ik zeg het, jongens, het is echt heel irritant. Sorry voor de paardliefhebbers, maar het spijt me zeer.
Een panda! Hallo! Yo, dat is iets groot trouwens, joh. Hallo panda, jij ook allemaal hier. Hallo. Panda, jij mag van mij eigenlijk hier komen te staan. Of ja, hier in te zitten. Volg jij mee of... Nee, die gaan niet meer volgen, hè. Ja. Panda, ik zou zeggen... Ah, ik heb natuurlijk bamboe. Ik heb bamboe. Ik zou ze naar mee komen, denk ik. Ik denk het wel, hè. Even kijken of die meekomt. Of die meevolgt, natuurlijk. Ja, ja, die volgt, die volgt. Oké. Niet eraf vallen, hè. Panda? Panda? Dude, wat doet die? Zo gevaarlijk. Oké. Oké. Panda, hallo. Ik heb eten voor jou. Ja, dankjewel. Gaat even teruglopen. Yes, oké. Okay. Hallo panda. Gezellig. Ik wil eigenlijk veel dieren bijhouden. Die ik natuurlijk niet kan gebruiken ook. Maar zoals die paardenjongens, ik kan er echt helemaal niks mee. Ik weet ook, met die pandas ook helemaal niks natuurlijk. Maar pandas zijn gewoon leuk. Dus, sorry. Nee, niet weer. Nee, niet weer. Niet weer. Waarom speel je om een seconde? Kom aan. En dan? Nope. Ah, stinkende hondensbokjes. Kom dan. Ai. Kom dan. Oh man. Waar is hij nu? Hij is weg. Oh nee, hij is daar. Jongens, ik wil je nu echt killen. Hoezo ben je altijd steeds zoveel AP? Hoezo leven jullie zo hard? Nog steeds. Oh, lekker. Eet. Regen. Please. Uh-oh. Nee. Ik ben net dat ik wel niet. Waar is hij nu? Oh, please. Oh, ja, ze zijn gestorven. Jongens, ik heb ze gewoon allemaal gekild. Ja, jongens, ben je toch een dreamgeezer of niet? Ik heb ze gewoon even allemaal gekild hier. Zo moet dat. Lekker bezig. Maar waarom spawnen ze constant? Laten we verder hakken, zou ik zeggen. Hier wil cobblestone. Hey, een kat. Hallo. Hey, ook hier. En nog een kat. Oh, sorry, kat. Ja, oké. Okay. Sorry. Mijn excuses. Hey, een kist. Emerald. Oh, oké. Okay. Is op zich wel nice, denk ik. De emerald. Volgens mij is ook na deze stage... Oh, oké. Okay. Ik denk een heks. Nee. Gooi dan. Als je kunt. Nee. Robin. Oh, nee. Ik ben toch echt een hond, hè, jongens. Dat is... Ik ben ook echt een hond gewoon, hè, jongens. Ik dacht ook bij mezelf van, ja, hè, ik kan hier juist nog lopen. Val ik graaf. Daar gaan al mijn spullen trouwens. Oh, ik heb natuurlijk niets geleegd. Daar gaan al die spullen. Nee, joh. Daar gaan al die spullen terug weg. Ook de emerald. En al die dingetjes die ben natuurlijk bijna. Dat is ook heel veel kool. Nee, heel veel cobblestone en dirt. Oh, jongen. Oh, jongens, ik ben echt een... Ja, zeg het maar in chat, als ik ben. Het is gewoon echt heel spijtig. Ja, we kunnen opnieuw, jongens. Ik had net zoveel blokken. Ook al mijn eten. Nee. Nou ja, ik ga even kijken. Kijk waar al dingen harvesten. Nee, blijkbaar niet. Ja, pak hem hier even. Pak een stuk of... 20 wortelen. Ja. Oké, laten we verder hakken. Hey, een panda, hallo. Ja, panda, ik heb voor jou wat maatjes, zou ik zeggen. Ik zou zeggen, kom even, volg mij even mee. Oh, ik heb nog maar 1-2 bamboe. Sorry, kom maar even mee, hè. Ik heb voor jou een maatje hier, als je wilt. Panda, hey, volg. Panda, potver. Ja. Val niet af, panda. Oh, panda toch, alsjeblieft. Alsjeblieft. Jongens, heb ik 2 panda's, we zitten wel in elkaars, ja. Ik heb 2 panda's, jongens, dat is ook enorm fijn natuurlijk, hè. En nog een kat, hallo, jou ook hier, hallo. Nog een panda. Ja, oké, okay, hallo. Kom even mee, zou ik zeggen, natuurlijk, hè, ja. Heb ik nog een panda? Dan heb ik er al 3. Ja, op zich wel een gezellige boel, zou ik zeggen. Ik kan ook beter even de bamboe laten groeien, hè. Op zich ook wel een goed idee, bamboe laten groeien. Oké, panda's, kom maar hier, dankjewel. En ik ga deze ook hier laten groeien. Hier, oké. Okay. Deurtje dicht, hekje, oké. Dan ben ik 3 panda's, jongens, wel een feest, hè. Ook, nee, niet weer. Alsjeblieft, please.
Ik heb echt waar, waarom spannen jullie om een seconde? Ik heb ook niet eigen, weet je wat? Ga eruit. Oh, ik ben dood. Ja, ik ben dood, jongen. Dude, waarom spannen jullie om een seconde? Kom hier. Hallo! Oh, jongens, echt waar. Die spannen echt om een seconde, die mannetjes, hè. De spannen om een seconde. Please, ik heb mijn spullen nog. Yes. Oké, ik heb gelukkig wel wat gedropt in de kist daar. Ja, jongens, ik zou zeggen, laat het gaan bouwen. Want we hebben het op zich wel genoeg gedaan. Even kijken, al die spullen moeten natuurlijk even weg hier. Oké, even we gaan ordenen natuurlijk, wat ik erbij gekregen. Ik heb ook heel veel terracotta, hè? Maar dan zou ik iets bouwen met terracotta. Want op zich ook niet echt enorm veel, hè. Dus, nou, ik weet het niet. Laten we bouwen. Ja, ik denk dan toch met mossy cobblestone, denk ik. Dat toch heel veel gaat krijgen, denk ik. Allee, dat we even mee kunnen bouwen met mossy cobblestone. Want op zich, ja. Zou jongens doen, mossy cobblestone. Ik denk dat ook wel leuk is, denk ik. En ook de deur natuurlijk, hè. Deur. We hebben op zich niet heel veel deur nodig. Maar ook even trouwens een beetje deur vermenigvuldigen. Zo. En zo. Ja. Zo. Zo. Dan heb ik nu 12 koks deur. Dus dat is natuurlijk wel meer, natuurlijk, hè. Zo. Zo, en dan kun je daarover gaan en dan krijg je... Oh. Dan krijg je natuurlijk gewoon normaal dirt. Huppakee. Ik heb natuurlijk wel nu dirt vermenigvuldigd. Want ik had volgens mij eerst... Hoeveel dirt? 7 dirt of zo? Ik denk 7. En natuurlijk meer natuurlijk, hè. Enorm nice. Het waren op zich ook wel weg eigenlijk, hè. Die bommen ook. Ik ga toch een nieuwe bommenvaren maken. Oké, gaan we wel het ding maken van cobblestone? Misschien wel, hè. Het brugje maken van cobblestone. Bam, bam. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, nee, 5, 6, 7. We kunnen eigenlijk best per boom, stel je zet een boom, heeft misschien 2 breed plaatsen nodig om te groeien. En dan nog eens geen 2 plaatsen nodig. Op zich 4 blokken tussen 1 boom. We kunnen best een platform maken van 15 lang. Ik heb van een kijker een comment gekregen. En daarin stond dat ik van strings een wol kon maken. Ik kon natuurlijk van wol een bed maken. Dus, ik ga even kijken hoeveel strings ik heb. Ah, ik heb wat te weinig. Ja, ik heb veel te weinig. Moet ik meer strings krijgen, dan ga ik natuurlijk een bed maken. Laten we even wel mee bij gaan beginnen. Stel, we beginnen meteen hier met een boom. Dit moet zo, en dan moet hier een deurblokje. Ja, zo was het. Nou, weer even 2 naast. Deurblokje. 2 naast. Een deurblokje. Dan nog een keer 2 naast. En dan is het volgens mij, hè. Of doen we nog langer. Dan hebben we 3, hebben we 6 bomen. 6 bomen genoeg. Misschien even nog eentje extra bij maken, hè. Ook kun je misschien natuurlijk maken. We moeten ook hier nog een blokje verder maken natuurlijk. En dan zullen we natuurlijk ook wel daarop gaan landen. Moet op zich ook wel, hè. Maar ik ga eerst even wat poortjes gaan halen. Want op zich is hier veel te weinig licht. Dus voor nu eens even eentje plaatsen. Gewoon even plaatsen natuurlijk voor wat licht te kunnen hebben. Oké, okay, daar dan zoiets. Even natuurlijk wat afmaken. Ik had trouwens echt belangen na niet toekomen met de blokjes. Natuurlijk ook hier natuurlijk doen. Een deurblokje, dat klopt. Klopt dit? Ja, dat klopt. Natuurlijk zo, 2 tussen. Oh, ik doe het echt trouwens helemaal verkeerd, hè. Er moeten eigenlijk 4 tussen zijn natuurlijk, hè. 4. Ik doe nu maar 2. Oeh. Daar heb ik niet goed over nagedacht. Zou het dan groeien als ik het zo doe? 5 minutes later. Zo, dus 1, 2, 3, 4. Dat kan natuurlijk wel. Dus kunnen er maar 3 bommen in staan. Op zich geen probleem. Eerst natuurlijk even hetzelfde natuurlijk doen. Even dit weghalen. Zo. En dan moet hier een deurblok in. Yep. 1, 2, 3, 4. En 5. 1 te skoenkeloer. Op zich moeten we niet alles van mossy cobblestone maken. We kunnen op zich nog andere blokken gaan gebruiken. Enorm veel. Ik kan misschien wel het groene gebruiken. Het is misschien wel leuk, het groene terracotta. Ja, dat doen we even gewoon. Of hier of zo. Is dat leuk, denk je? Pam, pam. Ja, op zich is het toch wel weer al opgebouwd natuurlijk, hè. Dan moeten we nu eigenlijk even nog een randje daarachter maken. Ook 2 breed, vrees ik. Ik stel voor dat we dan zo gaan doen. We kunnen op zich wel verder doen met terracotta. Maar heb ik niet genoeg, want ja, ik heb er gewoon niet genoeg. Maak het wel gewoon even zo. Hupsa, nog 1 blok over. Ja. Maar er moet nog 1 breed achter. Dat sowieso nog wel. Er moet sowieso nog wat mossy cobblestone erbij krijgen. Sowieso. Ik ga meteen even al wat saplings daar aan planten. Laten we beginnen met even allemaal. Nou. Doe wel zo, denk ik. Zo. En dan nog 2 van dit. 2 van spruce. Dan plaatsen we hier eventjes de oakwoodbomen. Zo. Hier ook. Zo. En dan hier even de 2 spruce. Oké. Okay. Ja. Ziet er goed uit volgens mij, hè. Misschien wel misschien leuk lijkt misschien hier aan plaatsen.
Zo, ja, is misschien wel leuk. Hopelijk. Nogmaals. Oké, laten we eventjes verder hakken. En kissie. Oh, bones. Dat vind ik echt heel nice voor dingen natuurlijk, hè. Voor bone meal te maken. Oh, jongens. Upgrade in. Oké. Nice. Ik hoop. Ja, ik denk dat we nu naar de nether gaan. Ik denk het wel. Even snel wat dingen droppen, want misschien spant er wel een ghost. Oké. 5, 4, 3, 2, 1. De Red Desert. Oh, dat had ik niet verwacht. Nu krijgen we heel veel zand, neem ik aan. Oh, dat echt dat we naar de nether gingen. Oh, nou, spijtig. Nou, gevel sandstone zelfs. Nou, oké, zand en sandstone. Oké, ja. Oké, had niet verwacht, maar oké. Hevelzand. Hé, hey, een villager! Hallo, my friend! Een villager, man, je moet nu met mij... Villager. Had ik niet op gerekend dat er nu al villagers zouden komen. Ik wist wel dat ze zouden komen, villagers, maar... Als ze nu al zouden komen, had ik echt niet verwacht. Oké, villager. Ja, we moeten misschien hier een plekje gaan vrijmaken voor de villagers dan. Ja, dan moeten we hier een plekje gaan vrijmaken voor de villagers. Oké, villager, waar ben je? Oh, je bent daar. Oké. Hij gaat volgens mij niet zo dom zijn om mezelf af te gaan ballen. Hoop ik alleszins toch. Ik heb natuurlijk wel heel veel hout bij gekregen. Of heel veel hout. Nou, valt wel serieus tegen. Meteen even dat hekjes gaan maken. Oké, 24. Moet op zich wel voldoende zijn. En laten we even hier al wat gaan plaatsen. Daar zeker niet vanaf gaan ballen natuurlijk. Zo. Hoe lang je zit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Is het goed genoeg, denk ik, voor villagers? Nope. En dan tot hier, denk ik. Ja, tot hier is het mooiste, denk ik. Ja, oké. En dan plaatsen we natuurlijk eventjes... Ja. Zo. Maar ik heb wel te weinig. Perfect. Eventjes met birchwood. Daar heb ik echt niks van trouwens, maar... Een birchwood fence. Oké. Hier mogen villagers gaan inleven. Ik weet, het is niet echt heel erg comfortabel. Maar dat komt nog wel. Ik heb natuurlijk ook nog geen bedden. Nee, ik heb natuurlijk geen bedden. Honden, ik heb geen bedden natuurlijk. Hey, villager. Wat een dreamgeezer. Hey, thanks, makker. Dank je wel. Blijf hierin. Dan kan je eruit. Nee, hè? Oké, dikke nice. Oké, villager. Veel plezier daar. En dan moet je op zich wel met de strings bedden gaan maken. Is wel heel belangrijk dat je wel moet gaan maken. Oh, diamonds. Hallo, diamond. Jij ook hier. Dat vind ik heel nice. Een lama. Hey, hallo. Gezellig zou ik zeggen. Ja, kan ik wel meenemen? Eigenlijk niet, hè. Maar ik kan op zich wel bijhouden, eigenlijk, die lama. Iron. Hey, dat is heel nice, natuurlijk, hè. Jij bent een pillager. Hallo, jij ook allemaal hier. Wat doe jij hier? Wat een hond. Hoezo... Ja, ik ga even wat dingen erop, want er zit weer helemaal vol mijn inventory. Helemaal vol. Trouwens, kan ik even halversten? Ja, zie je. Lekker veel wortelen. Zo, oké, in de kist allemaal, natuurlijk. 32 is wel voldoende. Oh, villager, hallo. Hallo, jij ook hier. Amai, dat is even verschrikking. Zo, helemaal leeg. Lekker. Verder hakken. Nee. Ja, weg alsjeblieft. Don't kill me, hè, gast. Nee, natuurlijk killt hij mij, tuurlijk. Go killen nu. Thanks, makker. Holy pola. Hoezo killt hij mij dan zelfs? Hoezo kon hij mij zelfs killen? Nou ja, ben ik echt heel handachtig. Jongens, de bomen spawnen wel, hoor. Ja, kijk je. Heel nice als een spawn. Meteen even hakken. Hupsa. Dat toch 13 houten. Is niet slecht, vind ik, hoor. Niet weer. En mijn emeralds vallen af het platform af. Nee. Mama lava. Waarom? Ga weg. Nee. Alsjeblieft. Blijf bij me weg. Oh. Phew, mijn emeralds. Ik zag ze eraf vallen. Ik zag mijn emeralds eraf vallen. Oh, nee. Heel treurig. Jongen, ik ga echt dood, jongen. Maar echt ook vaak. Ik kan ze niet bevechten. Hé, diamond. Meteen wegsteken. Die diamond is heel belangrijk. Nee. Thanks. Altijd die pillagers en die mannetjes, joh. Maar die van die, met die bijlen, die zijn echt goed, hoor. Nou, oké. Ik kan dus alles gaan droppen, jongens. Zo en zo. Hoppakee. Dames en heren, ik ga hierbij wel de aflevering afsluiten. We hebben natuurlijk de desert blok bereikt. We hebben natuurlijk ook een bonfire gemaakt, jongens. Daar ben ik echt enorm blij mee.
Moet natuurlijk nog een klein beetje worden uitvergroot. Alleen moet nog een klein beetje rot worden gemaakt, natuurlijk. Ja, we hebben natuurlijk ook mooie. Hey, wacht, bamboe is ook gegroeid. Hey, bamboe. Hallo. Wacht hoor. Hey, dankjewel. Rustig. Ja, kijk jongens, wat een lekkere. Lekker bamboe. GG zou ik zeggen. Nee, we hebben natuurlijk een bonfire gemaakt, jongens. We hebben natuurlijk pandas bijgekregen. We hebben ook een villager bijgekregen. Ook een wandering trader, ook een lama. Maar jongens, villagers, die gaan mij nog wel van pas komen, volgens mij. Die gaan me zeker nog van pas komen. Dus villager, blijf hier. Ga niet weg. En ik zorg voor maatjes, sowieso. Dames en heren, ik wil natuurlijk even zeker iedereen bedanken voor het kijken naar deze wonderlijk aflevering. Dat was natuurlijk zeker fijn vandaag. We hebben ook wel meer diamonds bijgekregen, natuurlijk. We hebben nu in totaal 10 diamonds. En ook... volgens mij bijna 30 eieren. Heel nice natuurlijk. We zijn ook heel vaak dol te gaan deze aflevering. Maar echt enorm vaak. Maar we hebben natuurlijk wel heel veel plezier beleefd. Uiteraard. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En tot de volgende aflevering. Bye bye.